Het ging over een jongetje en die had een hart van goud. Die kon mensen met hartepijn helen. En uiteindelijk wordt zijn hart gestolen. En hij gaat de hele wereld rond om zijn hart weer te zoeken. En uiteindelijk vindt hij hem en dan overwint de liefde hem. Hij het jongetje is, hè, natuurlijk, met het hart van goud. En inderdaad, het verhaal gaat over het vinden naar je, ja, over het zoeken en het vinden van je eigen hart en het blijven luisteren naar je intuïtie. Het heeft natuurlijk heel veel symboliek en dat mensen toch graag je licht willen stelen en daar moet je jezelf voor beschermen. Aan de andere kant, het leven is ook een zoektocht en je moet met moed, hè, moed, daar gaat het ook over, en doorzettingsvermogen, gewoon altijd blijven strijden voor waar jij voor staat. Dat geldt ook een beetje voor jezelf met deze voorstelling, want het is wel een soort ultieme voorstelling nu. Ja, het is allemaal toch lichtelijk autobiografisch of altijd gehaald uit iets wat mij heeft geraakt of wat mij heeft geholpen. En dat verpakken in een verhaal, zodat je het mee kan geven aan kinderen en aan oude mensen. En ja, zorgen dat iedereen zich daardoor ook verbonden voelt. En iedereen voelt zich daardoor wel verbonden. En hij heeft dat geniaal aan elkaar gelijmd en een beetje als een soort symbool gestaan voor ons innerlijke kind ook. Ja, we zijn allemaal wel eens een keer in koor geweest. Hè, Mathiel? Thank you.
trots? Jazeker. Meer dan trots. We zeggen de hele tijd nu, als we correcties geven aan elkaar, geen puntjes op de i, hartjes op de i. Zo goed was het. Ja.